Kijkers, ik ben zeer blij om met jullie vandaag te zijn. Zoals wel veel keer gehoord hebben, is dit lichaam is tijdelijk. En de beste voorbereiding voor ons is het horen van Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam gaat over Maharaj Pariksit en hij heeft nog maar 7 dagen te leven. We zijn allemaal in dezelfde situatie. We zijn hier voor een tijdje en dan moeten we gaan. En waar we gaan, hoe we gaan, is zeer belangrijk. Nu, we hebben het 9e hoofdstuk hier van het 2e kanto. En in het vorige hoofdstuk, Maharaj Pariksit heeft heel wat vragen gesteld. En nu Sukadeva Goswami gaat deze vragen beantwoorden. Hij gaat ze beantwoorden in de vorm van uitspraken van Heer. En dat is de titel van dit hoofdstuk. Het is een hoofdstuk met heel wat essentiële kennis. En we zullen niet alles kunnen behandelen, maar ik zal je proberen de essentie te geven. In het begin van dit hoofdstuk zal Sukadeva Goswami ons het probleem dat we hebben voorstellen. Het probleem van ons materieel bewustzijn. Ik en mijn. Dan verder in dit hoofdstuk zal hij het voorbeeld geven van Brahma. Heer Brahma, die boetedoeningen doet, heeft gedaan in toegewijde dienst voor een lange tijd. En daardoor heeft hij uiteindelijk de Heer oog in oog gezien. En heeft hij een visie gekregen van de spirituele wereld. En wat is er gaande in de spirituele wereld is beschreven in dit hoofdstuk. En dan op het einde van dit hoofdstuk wordt de Bhagavatam Chatusloka beschreven. 4 versen. Het zijn de 4 versen die Brahma na zijn boetedoening door het hart gekregen heeft. Tini Brahma Ridaya Adikavaye, in het eerste vers van de Bhagavatam gehoord. Brahma heeft deze kennis gekregen door het hart. In het hart is de ziel, door de ziel, door het hart. Die 4 versen, zij vertegenwoordigen de essentie van alle spirituele kennis. En het gaat vooral om 3 aspecten. Sambandha, Abhideya en Prayojan. Sambandha, het ligt uit wie... wat de absolute Heer is. Ja. Wat het absolute is, wie wij zijn, wat onze relatie is met de absolute Heer en hoe in deze relatie te leven en wat het doel is liefde ontwikkelen voor Krishna. Dat zullen we horen op het einde. Want de Srimad Bhagavatam is een expansie van al deze versen van de Chatusloka. En er zijn extensieve commentaren op die 4 versen. Jiva Goswami in zijn Satsandarbhas, heeft speciaal in de Krishna Sandarbha, heeft pagina's en pagina's commentaren op deze versen. Het is zeer diepgaand. Want nu zullen we over de versen gaan, redelijk vlug, want we hebben niet zoveel tijd om in alle aspecten diep in te gaan.
Maar dus ik lees het eerste vers, tekst 1. Om namo bhagavate vasudevaya shishuka uvacha atmamayam iterajan parasyanu bhavatmana nahaten tarta sambandha svapna drastu ipamyasa. Sukadev Goswami zei, o koning, tenzij men onder invloed staat van de energie van de Allerhoogste Godspersoon, heeft de relatie van de zuivere ziel in zuiver bewustzijn met het stoffelijk lichaam geen betekenis. Maar is als die van iemand die zijn eigen lichaam aan het werk ziet in een droom. Zo, de geestelijke ziel verschilt van haar materiële levensbeschouwing. De levensbeschouwing dat mensen in deze wereld hebben is een gecontamineerd bewustzijn. Het is geconcentreerd op ik en mijn. Ze zijn in illusie gebracht door de uitwendige energie, de drie geaardheden der natuur. We hebben dat gehoord in Bhagavad Gita. Krishna zegt, ja, niemand in deze wereld kent mij, want ik ben boven de drie geaardheden der natuur. Goedness, hartstocht, onwetendheid. Zo, daarom hebben we de passie om ons te identificeren met het lichaam. En dat is als een droom. Een droom die begint met de geboorte en eindigt met de dood. Het is als een film. We gaan naar het bioscoop, we zien een film. En we worden geabsorbeerd in het hele verhaal. Dan de personages. En we voelen de emoties als onze eigen emoties. En we gaan er heel diep op in. Maar het is alleen een film, wat ligt op het doek. Maar we gaan erin op. Daarom wordt het de begoochelende. Of illusoire energie genoemd. Dat Srila Prabhupada schrijft het in de commentaar. Het is niet nodig om uit te pluizen wanneer het levend wezen precies dat verlangen naar deze dingen in deze wereld gecultiveerd heeft. Dat is tijdverlies. We zijn niet Yabada, Srila Prabhupada zegt. We kunnen de historie, de geschiedenis van toen dat we geconditioneerd werden, we kunnen dat niet uitpluizen. Zo, dat is tijdverlies. Beter om eruit te geraken. Tekst 2. De tekst 2 beschrijft de symptomen van de geconditioneerde ziel. Het begoochelend wezen manifesteert zich in tal van gedaanten, welke het door de uitwendige energie van de Heer krijgt aangeboden. Terwijl het onder invloed van de drieërlei aard de stoffelijke natuur geniet, valt het gekooide wezen ten prooi aan de misvatting van ik en mijn. Ja, ik hou van die vertaling, het gekooide wezen. Als in een kooi dit lichaam, en ik en mijn. Dat ik en mijn zijn symptomen van de geconditioneerde ziel. Door dat bewustzijn van ik en mijn krijgen we een van de 8.400.000 levensvormen. We denken, dit is mijn, maar niks is van ons. Alles is van Krishna. En we denken, ik, dit lichaam, maar we zijn niet dit lichaam. Dat is onze valse ik, vals ego, misvatting. In tekst 3, Sukadev Goswami zegt, we moeten die misvattingen opgeven. Zodra het levend wezen in zijn wezensglorie geraakt, gevestigd raakt, en van de transcendentie begint te genieten, buiten tijd en stoffelijke energie, laat het zonder meer twee misvattingen waren van het gebonden leven, ik en mijn, en openbaart zich
als dus als de zuivere zelf. Zo, twee misvattingen die we moeten laten varen en terugkeren naar onze zuivere zelf. We hebben een werkelijke ik. Ik ben de eeuwige dienaar van de Heer. En Bhakti Yoga, de practice of toegewijde dienst, gaat deze misvatting wegnemen. Hoe gaan we dan die Bhakti Yoga in de praktijk brengen? Dat wordt nu uitgelegd als door het voorbeeld van Brahma te citeren. Hoe heeft hij dat gedaan? Tekst 4. Ook koning, zeer voldaan over heer Brahma vanwege diens oprechte boetedoening in Bhakti Yoga, toonde de godspersoon hem zijn eeuwige en bovenzinnelijke gedaante. En die is het objectieve levensdoel van de gebonden ziel, dat ze door loutering bereikt. Zo, Brahma deed boetedoening in Bhakti Yoga voor het plezier van de Allerhoogste Heer. Wat is het resultaat? Hij komt oog in oog met de eeuwige bovenzinnelijke gedaante van de Heer. In de commentaar Srila Prabhupada spreekt over twee misconcepties die we moeten vermijden. Het eerste is natuurlijk, iedereen denkt in deze wereld, ik ben het lichaam. Zo, de atma is verschillend van het lichaam. Het subtiele en het grofstoffelijke lichaam. En de tweede misconceptie, die zogenaamde spiritualisten hebben, is dat Paramatma, de superziel, en de jiva zijn hetzelfde, maar die zijn verschillend. Men kan de Heer alleen door Bhakti Yoga, de toegewijde dienst, kennen. Dat Bhakti Amama Vichanti Yavya Satmi Tatmam Anantram, dat wordt. Krishna zegt dat ook in Bhagavad Gita. Zo, door onwetendheid is de gebonden ziel gekooid in allerhande vergankelijke gedaanten. Maar de Allerhoogste Heer heeft geen vergankelijk lichaam. Het onderwerp van de Srimad Bhagavatam is de wetenschap aangaande zowel de Heer als het levend wezen. Tekst 5. Heer Brahma, de eerste geestelijke leraar, de oogste in het elal, kon de herkomst van zijn lotuszetel niet nagaan. Nog kon hij eraan denken hoe de stoffelijke wereld geschapen moest worden. Begrijpen hoe dat op de juiste manier in zijn werk kon gaan en volgens welke aanwijzingen. Zo, maar men kan de kennis over de geestelijke ruimte, een geestelijke ruimte ver verheven boven de materiële ruimte, alleen ontvangen langs de weg van toegewijde dienst, Bhakti Yoga. En Brahma, hij is de secundaire schepper. Maar dat vermogen om te scheppen heeft hij gekregen door deze praktijk van Bhakti Yoga. Dat is ook een belangrijk aspect in ons toegewijde leven. Dat we krijgen krachten, vermogens van Heer Krishna. En dan meer details worden gegeven. Hoe is Brahma ermee begonnen? Terwijl hij zo dacht, hoorde Brahma in het water van nabij twee samengevoegde lettergrepen, de 16e en 21e van het Sparsha alfabet, die tezamen de rijkdom van de wereldverzakende levensorde aanduiden. Zo, die twee lettergrepen zijn tapa. Tapa betekent boete doen. Alleen door boetedoening kan men tot zelfverwerkelijking komen. En zelf
verwerkelijking betekent dat begrijpen dat niet zinsbevrediging is de taak van de mens. Alleen door tapasya kan men zijn voordeel doen met het menselijk leven. Niet door een quasi-beschaafd dierenbestaan. Quasi-beschaafd dierenbestaan betekent alleen geïnteresseerd in eten, drinken, pret maken en genieten. Zo, het aanvaarden van de tapa-weg hier betekent een tweede geboorte. Een geboorte dat zo het woord upasrind wordt gebruikt. En dat komt overeen met upanayan. Zo, in andere woorden, Heer Brahma werd hier ingewijd in de Krishna-mantra door Heer Krishna zelf. Dat tekst 7. Zo, Brahma heeft initiatie gekregen. Dan. Toen hij de klanken hoorde, keek hij overal om zich heen om de spreker te ontdekken. Maar toen hij niemand zag dan zichzelf, leek het hem verstandig om goed op zijn lotuszetel te gaan zitten en zich op boetedoening te richten, zoals hem opgedragen. Zo, om zijn leven met succes te bekronen, moet men het voorbeeld volgen hier van Heer Brahma. Tapasya, volgen de regulerende principes. De Heer woont als de superziel, als Paramatma in ieder wezen. En hij wijde Brahma in, omdat Brahma die inwijding wenste. Zo, er was geen externe geestelijke leraar. Zijn geestelijke leraar was Krishna in het hart, als Paramatma. Zo, wil men de werkelijke boodschap van het Srimad Bhagavatam, dan dient men daartoe de huidige schakel in de keten van geestelijke leraren te benaderen. Srila Prabhupada schrijft. Zo, wij kunnen geen inwijding van Paramatma krijgen. Nee, we moeten. Maar Paramatma zal ons helpen als we de instructies van de geestelijke leraar volgen. Zo, na inwijding dient men zich toe te leggen op tapasya in het kader van toegewijde dienst. De positie van Brahma bij de schepping van het heelal wordt toegewezen aan de zuiverste levend wezen. Als men niet zo zuiver is, mag men niet verwachten precies als Brahma bejegend te worden. Zo, Brahma had voor een heel lange tijd tapa gedaan, en daardoor werd hij compleet gezuiverd. En dan, als men zuiver is, dan volgt men automatisch de instructies van Krishna in het hart, omdat men van die instructies constant bewust is. Tekst 8, verder over de boetedoening van Brahma. Heer Brahma deed boete gedurende 1000 jaar volgens de tijdberekening van de halfgoden. Hij vernam deze bovenzinnelijke geluidstrilling uit de ruimte en accepteerde haar als goddelijk. Daarom beteugelde hij geest en zinnen. En de boete die hij deed was voor alle levende wezens een groot voorbeeld. Zo kent men hem als de grootste aller asceten. Zo, Brahma deed boete voor 1000 jaar volgens de tijdrekening van de halfgoden. Zo, we weten op de maan. De maan is een hemelse planeet. Daar, 1 maand hier is 1 dag op de maan. Want de eerste 14 dagen is de nacht op de maan is 14 dagen hier. En de dag op de maan is 14 dagen hier. Zo, dat is een hele maandcyclus. Zo, dat is 1 maand hier, is 1 dag op de maan, is 1 dag in de hemelse planeten. En zo, 1000 jaar, 1000 hemelse jaren. Zo, hij was de grootste aller asceten.
Er bestaat geen verschil tussen de Heer en de klank dat van hem afkomstig is. Het is geen gewoon aards geluid zonder bovenzinnelijk vermogen, schreef op apart schrijven. Men dient de bovenzinnelijke klank uit de juiste bron te ontvangen en hem als realiteit te aanvaarden en de erin vervatte aanwijzingen onverwijld op te volgen. De opdracht van de Heer daalt via de geestelijke erfopvolging neer in de vorm van de aanwijzingen van de geestelijke leraar. En daarom betekent gehoorzaamheid aan de opdracht van de bevoegde leraar in feite zinsbeteugeling. Door zijn tapasya werd Brahma de schepper van het universum. Tekst 9. Zeer voldaan over Heer Brahma's boetedoening, openbaarde de godspersoon vol genoegen zijn persoonlijke woning, Vaikuntha, de boven alle andere verheven planeet. Deze bovenzinnelijke woning van Heer wordt verheerlijkt door alle zelfverwerkelijkte personen die vrij zijn van alle vormen van ellende en vrees van het begoochelend bestaan. De Heer is voldaan met Brahma's boetedoening. En daarom openbaart hij zijn persoonlijke woning, Vaikuntha, de spirituele wereld. Srila Prabhupada schrijft, realisatie van de bovenzinnelijke woning van de Heer is slechts mogelijk langs de weg der toegewijde dienst. Andere zelfverwerkelijkingsmethoden, jnana, dhyana, yoga en zo verder, zijn zonder enige Vaikuntha realisatie. Zij leiden slechts tot problemen. Onpersoonlijke realisatie van het zelf en de allerhoogste is niet volkomen, aangezien ze slechts een omkering van het materiële persoonlijkheidsbeeld inhoudt. Iemand die zich werkelijk, die werkelijk zijn zelf realiseert, realiseert er de bovenzinnelijke gedaante van. Srila Prabhupada zegt ook, ja, onze boetedoening is het alleen nemen van prasadam, en dan het dansen en kirtan, dat is de basis van onze boetedoening. Altijd die dingen doen, de vijf belangrijkste aspecten van toegewijde dienst. Wat betekent heilige naam chanten, de deity aanbidden, de geschriften, associatie met toegewijde. En in heilige plaats wonen. Maak je huis een tempel. Die dingen die zijn niet zo moeilijk, maar we moeten ze doen altijd. En dat is de boetedoening. Natuurlijk, er zijn ook die regulerende principes. Maar voor de toegewijde, ja, dat het opgeven van vlees eten en zo, dat is gemakkelijk. We houden van de prasada. Intoxicatie is geen interesse meer. Alleen die seksuele aantrekking is een beetje zwaar, maar daar komen we ook over in. Na een tijdje. Het is niet alleen het negatieve, het is ook het positieve. Het positieve is om actie te ondernemen als een geestelijke ziel, niet het lichaam. En zo dat positieve aspect is veel belangrijker. Want door de negatieve aspecten te volgen, en die moeten we ook volgen, daardoor vermijden we opnieuw een nieuwe contaminatie en zo. Maar dat gaat ons niet naar de spirituele wereld brengen. Het is een spirituele activiteit. Daarom, als we enthousiast zijn, en doorzetten dat na vele jaren wordt dat meer spontaan. Zoals een boetedoening in het begin
mijn geestelijke leraar zei, pak dit Charlemagne, want toen hij in Mayapur joinde, hij had problemen om op te staan in de ochtend. Hij was dan niet gewoon en dat ze voorop staan. En hij wou altijd blijven liggen. En toen wij er kwam hij lifte his sleeping bag uit zijn slaapzak. Hij hefte het op en hij forceerde hem om op te staan. Zo, dat was moeilijk in het begin. Maar dan, vele jaren later, hij zegt, Bhakti Charlemagne zei, ja, nu als ik opsta, dan sta ik altijd op voor de wekker. Ik zet nooit een wekker, ik word altijd spontaan wakker. Dus het wordt spontaan. Maar het positieve aspect is veel belangrijker. Tapasya, Srila Prabhupada zegt, het gradueel opgeven van de tendentie om te leven voor zinsbevrediging. Maar we hebben zinsbevrediging nodig. Want we hebben dit lichaam, dat heeft nodig. Wat juist geef het wat het nodig heeft. Gebruik de zinsbevrediging om je lichaam in een goede staat te houden. En dat betekent een beetje meer leven met onze intelligentie dan te luisteren naar onze gecontamineerde geest. En die dingen die moeten we leren. Maar dat is meestal een gradueel proces. Maar dat woord boetedoening, heeft ook het positieve aspect in zich. En dat woord boetedoening, dat is de vertaling van tapa in het Nederlands. Zo, nu hebben we die beschrijving van Vaikuntha. Dat is tekst 10. In die persoonlijke woning van de Heer hebben de stoffelijke geaardheden, onwetendheid en hartstocht geen macht. Nog hebben ze enige invloed van de eersende goedheid. Er is geen overwicht van de invloed van de tijd, laat staan van de begoochelende uiterlijke energie. Zowel de goden als de demonen aanbidden er de Heer zonder onderscheid als toegewijden. Dat is een zeer lange commentaar door Srila Prabhupada. Zo, in Vaikuntha, er is geen invloed van die drie geaardheden. Geen invloed van de uitwendige energie, maar van de inwendige energie. De Vaikuntha is atmosfeer. Atmosfeer wordt Tribhat Vibhuta genoemd. Tribhat Vibhuti, het is driemaal zo groot als alle materiële universa bij elkaar. De aanwijzingen van de Vedische teksten zijn de makkelijkste manier om aan bovenzienlijke kennis te komen, Srila Prabhupada zegt. In Vaikuntha is men vrij van lustige drangen. Er is een atmosfeer van ongerepte goedheid. Voor een toegewijde is zelfs de stoffelijke schepping hier op deze aarde, dat is ook realiteit. Maar het is een openbaring van zijn uitwendige energie. In het bovenzinnelijke gebied bestaat schepping nog vernietiging, zodat de levensduur eeuwig is. Aangezien er niks vergaat, kent men er geen verleden, heden en toekomst als gevolg van de tijdsinvloed. Niet zoals we dat in deze materiële wereld kennen. Want er is geen kringloop van geboorte en dood, geen groei of verandering, geen vernietiging. Het hele Vaikuntha bestaan is niets anders dan het volgen van de Heer. Zo, tijd is anders in de spirituele wereld. De invloed van tijd. De tijd heeft er geen invloed, zoals hier in de materiële wereld.
Zo, nu tekst 11. Nu gaan we over de bewoners van de spirituele wereld. De bewoners van de Vaikuntha-planeten worden beschreven als stralend hemelsblauw van huid. Hun ogen doen denken aan de lotus. Hun kleren zijn geelachtig en ze zijn aantrekkelijk van uiterlijk. Ze hebben de jeugd van opgroeiende jongens, bezitten allemaal vier armen en gaan fraai getooid met parelsnoeren en sierhangers, terwijl ze er allen stralend uitzien. Dat is een beschrijving van de bewoners van Vaikuntha. Hun lichaamskenmerken worden beschreven. Ze zijn volledig anders dan de bewoners in deze stoffelijke wereld. Meer informatie over deze bewoners in tekst 12. Sommigen hebben een stralende huid als van koraal en diamant en dragen kransen op hun hoofd, bloeiend als de lotus. Anderen dragen oorbellen. Sommige bewoners hebben de Sarupya-verlossing ontvangen. Hetgeen wil zeggen dat ze dezelfde gedaante krijgen als de godspersoon. Er zijn niet alleen bewoners, er zijn ook vliegtuigen in de spirituele wereld. Dat horen we in tekst 13. De Vaikuntha-planeten zijn omringd door stralende en schitterende vliegtuigen die aan de grote Mahatmas of toegewijden van de Heer toebehoren. De dames zijn vanwege hun hemelse huid even schoon als de bliksem. En dit alles bij elkaar ziet eruit als een hemel getooid met wolken en weerlicht. Dat is stralend en schitterende vliegtuigen. In zijn commentaar Srila Prabhupada schrijft: omdat alles er deel heeft aan de natuur van eeuwigheid, gelukzaligheid en kennis, Sakshitananda, zijn de vlieg- en voertuigen er van dezelfde aard als Brahman. Men moet de idee van de onvolmaaktheid van deze wereld niet op de bovenzinnelijke wereld willen projecteren. Dat is een uitdaging om dat te begrijpen, de spirituele wereld. Tekst 14. In haar bovenzinnelijke gedaante verleent de geluksgodin van haar liefdedienst aan de lotusvoeten van de Heer, er geroerd door de zwarte bijen, volgelingen van de lente, houdt ze zich niet alleen bezig met allerlei vermaak. Haar dienst aan de Heer samen met haar vaste metgezellinnen, maar bezingt ook de heerlijkheid van zijn doen en laten. Zo de dienst van de geluksgodin aan de Heer in Vaikuntha wordt hier beschreven. Tekst 15. Nu andere metgezellen. Heer Brahma zag in Vaikuntha de godspersoon die de Heer van alle verzamelde toegewijden is en de Heer van de geluksgodin, de Heer van alle offers van de Heer van het heelal en die bijgestaan wordt door zijn voornaamste dienaars zoals Nanda, Sunanda, Prabhau en Arana, zijn naaste metgezellen. De allerhoogste persoonlijkheid, God is geen alleenstaand persoon. 16. De godspersoon, welgezind naar zijn toegenegen dienaars, overleunend, bedwelmend, aantrekkelijk van aanblik, zag er uiterst tevreden uit. Zijn glimlach gelaat was verlucht met een betoverende rosse gloed. Hij was gekleed in het geel en droeg oorringen en een hoofdtooi. Hij bezat vier handen en zijn borst vertoonde de lijnenteken van de geluksgodin. Dit zijn verdere beschrijvingen van de metgezellinnen in Vaikuntha. En 17. Nu horen we van de Heer en zijn energieën.
De Heer was gezeten op zijn troon, omgeven door verschillende energieën, zoals de 4, de 16, de 5 en de 6 natuurlijke volheden, met nog andere onbetekende energieën van vergankelijke aard. Maar hij was de werkelijke opperheer die zich vermeide in zijn eigen woning. Dat zo. Zo door strenge boetedoening en lichamelijke inspanning kan het levend wezen zich tijdelijk enige wondermacht verwerven, Schillepa Baat schrijft. Maar daarmee is men nog niet de de Allerhoogste Heer nog niet. Het is boven iedereen verheven. Niemand kan hem evenaren of overtreffen. Dat is wat Krishna zegt, ook in Bhagavad Gita. Er is niets hoger dan mij. Zo aan zijn zuivere toegewijden, die niets anders van de Heer verlangen dan zijn bovenzinnelijke dienst, geeft hij volkomen voldaan zichzelf in ruil voor een zuivere toewijding. Zo. Tekst 18. Nu gaan we terug naar Brahma. Wat ervaart hij? Hij ervaart extatische liefde. En dat is beschreven in 18. Toen heer Brahma de godspersoon in zijn volheid zo zag, raakte hij door innerlijke vreugde overweldigd, waardoor in volkomen bovenzinnelijke liefde en vervoering zijn ogen zich met tranen vulden. Zo boog hij neer voor de Heer. Dat is de weg van de allerhoogste volmaking van het levend wezen. Zo met tranen in de ogen. Men moet zich aan de Allerhoogste Heer overgeven om van de levensellende gered te worden, Srila Prabhupada schrijft. En Bhakti Yoga vangt aan wanneer men er vast van overtuigd is dat men slechts door de Heer in bovenzinnelijke liefde toegewijd te dienen, de hoogste levensvervulling kan bereiken. Zo die convictie die moet men hebben. Zo, niemand kan de woning van de Allerhoogste Heer met behulp van technologie of via de geest bereiken. Maar men kan er wel komen door slechts de weg van Bhakti Yoga te volgen. Omdat de Heer nu eenmaal op die manier kan worden gerealiseerd. Zo, dat is het proces. Zo, we kunnen dezelfde perfectie bereiken als Brahma. Maar dus er zijn twee punten hier die we moeten volgen, Srila Prabhupada. En het eerste is, we moeten er volledig van overtuigd zijn dat de Allerhoogste Heer Krishna de Allerhoogste Heer is. En het tweede dat we moeten doen is, we moeten Srimad Bhagavatam horen, Bhagavad Gita horen van een Bhagavatam persoon. Iemand die realisatie heeft. Tekst 19. Zo. Nu, na deze realisaties, gaat de Allerhoogste Heer Brahma aanstellen als de schepper. Hij wordt aangesteld. En toen hij Brahma voor zich zag, keurde de Heer hem het scheppen van levende wezens waard. En ook om hem te besturen naar zijn wens en zeer voldaan over hem, reikte hij hem de hand en richtte glimlachend het woord tot hem. Zo, Brahma heeft de hand geschud van de Allerhoogste Heer. En hij wordt aangesteld als schepper van alle levende wezens. Zo, Brahma draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij is verantwoordelijkheid voor het verlossen van de gebonden zielen. En is daarom zeer dierbaar aan de Allerhoogste Heer. Tekst 20.
Het. De schone godspersoon sprak tot de heer Brahma. O Brahma, die van de Vedas vervuld bent, ik ben uiterst voldaan over je lang volgehouden boete van je scheppingsverlangen, terwijl ik me nauwelijks voldaan voel over de pseudo-mystici. In deze wereld, we zien dat sommigen hebben boete ondernomen om terwille van de uitvinding van kernwapens, maar dat zal de Heer niet voldaan stemmen. Het gaat erin de Vedische kennis om uiteindelijk dat men de Heer door de studie van die Vedische geschriften, dat men de Heer leert kennen. En dat men die Vedische kennis niet voor andere bijzaken gaat gebruiken, zoals pseudo-transcendentalisten doen. Tekst 21. Dus de Allerhoogste Heer spreekt hier. Ik wens je geluk, O Brahma. Je kunt van mij, die alle zegens schenkt, vragen wat je maar begeert. Je kunt weten dat de hoogste zegen als bekroning van alle boete erin bestaat, dat je mijn aanblik realiseert. Dat heeft hij al gerealiseerd. Zo. De diepste realisatie van de Allerhoogste Waarheid is dat men de Godspersoon oog in oog aanschouwt. Oog in oog. Altijd. Iemand vroeg Srila Prabhupada dat did you see God? Hebt u God gezien? En dan Srila Prabhupada antwoordde, ik zie hem al de tijd. Dat is de hoogste realisatie. Zo realiseert men de Allerhoogste Heer, dan spant men zich niet meer in om strenge boete te doen. De volgende fase is dat men de Heer toegewijde dienst bewijst, louter om hem daarmee voldoening te schenken. Zo van het moment dat je bevrijd bent en je realiseert dat je een spirituele ziel bent en je hebt al je rechten aan deze wereld opgegeven, dan moet je je engageren in toegewijde dienst. Dat is de spirituele activiteit. Want dan heb je die kennis niet meer nodig dat u dit lichaam niet bent en zo verder. Je hebt dat al gerealiseerd. En dat was de positie op Brahma. Tekst 22. De hoogste vorm van volmaaktheid bestaat erin dat men met eigen ogen mijn woningen aanschouwt en deze volmaaktheid heb je verworven dankzij je deemoedige beoefening van strenge boete, zoals door mij opgedragen. Zo, de Allerhoogste volmaaktheid is dat men de Allerhoogste Heers woningen aanschouwt. Brahma attitude reeds bereikt. We moeten juist Krishna's instructies in Bhagavad Gita volgen en dan keren we terug naar huis, naar onze werkelijke thuis. 23. O zondeloze Brahma, wil van me aannemen dat ik het was die je in het begin opdroeg om boete te doen, toen je verward was ten aanzien van je taak. Deze boete is mijn hart en ziel en daarom bestaat er tussen boete en mij geen verschil. Zo, de boetedoening waardoor we de Godspersoon oog in oog zien, dat is toegewijde dienst. En deze boetedoening, deze Bhakti Yoga, is het innerlijk vermogen van de Heer. Het is niet verschillend van hem. Deze werking van het innerlijk vermogen blijkt uit de onthechtheid van materieel genot. Door toegewijde dienst komt men los van de genietersinstelling. Materieel genot en toegewijde dienst, die gaan niet tezamen. Men kan echter de boete van de toegewijde dienst niet volbrengen
als men niet heel vrij van zonde is. Alleen liefde en Boede tezamen kunnen de Heer voldoening schenken. 24. Ik schep het heelal door deze boete. Ik handhaaf het ermee en trek het er weer mee terug. Daarom ligt alle vermogen slechts in boete. Zo, bij het doen van boete moet men vastberaden zijn. Ik wil terugkeren naar de spirituele, naar mijn thuis, werkelijke. Ik wil terug naar God. En daarom ondergaan we vrijwillig alle soorten moeilijkheden. De Heer wil zien hoeveel moed moeten de toegewijden zich geeft in zijn toegewijde dienst. 25. Heer Brahma zei, o Godspersoon, u bevindt zich als de hoogste bestuurder in ieders hart en bent derhalve door uw ogen inzicht dat nergens hinder van ondervindt van elk streven op de hoogte. Zoals de superziel, Krishna is in ieders hart en hij is ervan op de hoogte van ieders streven. Dat de Heer vervult, Srila Prabhupada schrijft, de Heer vervult de kinderlijke materiële verlangens van het levenswezen. We willen tijdelijke dingen. En Srila Prabhupada zegt kinderlijk. Men komt tot vervolmaking van zijn verlangens als men er slechts naar verlangt om de Heer te dienen. Terwijl de Heer zelf ook verlangt dat alle levende wezens hun persoonlijke verlangens prijsgeven en zich voegen naar de zijne. Zo. Brahma ging ermee akkoord en kreeg de verantwoordelijkheid om het verwekken van levende wezens, om hun lichaam, het eerste lichaam te creëren. Zo, eenheid met Krishna. Wat betekent het, eenheid met Krishna? Is dat men zijn verlangen verbindt met de Heer. Toegewijde dienst, een toegewijde worden van Krishna, betekent dat we onze verlangens veranderen. Van proberen te genieten in deze wereld, naar het willen dienen van Krishna. Dat betekent ook een verandering van gehechtheid. Opgeven van gehechtheden om dit lichaam te plezieren. En gehecht worden aan Krishna en zijn toegewijde dienst. Zo, nu in tekst 26 een vraag. Dat u mijn verlangen in vervulling wil laten gaan. Vergun me alstublieft te weten hoe u in weerwil van uw bovenzinnelijkheid een wereldse gedaante aanneemt. Hoewel u die helemaal niet hebt. Zo, dat is een vraag. Nee, in tekst 27. En hoe u uit uzelf door samenbrenging en verandering verschillende energieën openbaart, terwille van vernietiging, verwekking, aanneming en instandhouding. O Heer van alle energieën, leg me alstublieft uit op filosofische wijze. U speelt als een spin die door haar eigen energie verhult en uw besluit is onfeilbaar. Dus Brahma vergelijkt de creatie van de kosmische openbaring als een web die door een spin gecreëerd wordt en in stand gehouden en dan naar believen de spin zal het web terugwinden. Zo, de spin zit in het web verscholen. Zo, Krishna is ook in de creatie. Zoals, want hij is de oorzaak. De oorzaak moet in het effect zijn, moet in de creatie. Dat is logisch. Het logisch denken.
dat dan. Zo, 29. Leg me dit alstublieft tot mijn lering volgens de aanwijzingen van Gods persoon uit, zodat ik het instrument mag zijn waardoor de levend wezen worden verwekt, zonder dat ik daardoor gebonden raak. Zo, Brahma wil het instrument zijn. Dat is belangrijk. We kunnen alleen in onze toegewijde dienst een instrument zijn van de Heer. Iedereen dient bij helder bewustzijn te begrijpen dat hij bij alles wat hij doet slechts een instrument is. Geconditioneerd of gebonden ziel is een instrument in handen van de uitwendige energie, illusoire energie. In de verloste staat, in het levend wezen, daar is het levend wezen een direct instrument van de Godspersoon. Tekst 30. O Heer, ongeborene, u hebt me de hand gereikt zoals een vriend dat met zijn vriend doet. Ik zal me bezighouden met het scheppen van verschillende soorten levende wezens en me in uw dienst stellen. Ik zal niet verstoord raken, maar ik bid tot u dat ik door dit alles niet trots zal worden, alsof ik de Allerhoogste zal zijn. Zo, Brahma bidt dat hij niet trots zal worden. Ieder levend wezen heeft een eeuwige relatie met de Godspersoon in een der vijf bovenzinnelijke gemoedstemmingen. Srila Prabhupada schrijft Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya en Madhurya. En Brahma's relatie is een bovenzinnelijke vriendschapsrelatie met de Godspersoon. Ja. Dat is interessant. Srila Prabhupada analyseert. So, we weten dat we allemaal daas, we zijn allemaal een dier, dienaar van de Allerhoogste Heer. Maar wat voor een dienaar? In welke gemoedsgesteldheid? En analyseert hier en zegt Brahma is in zijn rasa, zijn gemoedsgesteldheid is een vriendschapsrelatie. Dat. De Heer verleent zijn toegewijde buitengewone vermogens, maar de toegewijde weet dat hij zijn vermogens aan de Godspersoon toebehoren en dat hij slechts een instrument is. Zo is Srila Prabhupada op de weg van de Yaladutta, op de Yaladutta om de boot. Hij schreef dit gedicht, en hij schrijft daar, ja, o mijn Heer, laat mij een pop zijn aan touwen, en u beweegt de touwen, en u laat mij dansen als u wenst. Dat is een instrument. Heel mooi. Als we denken, we doen dingen op onze eigen kracht, dat is illusoire energie. Dat worden allemaal, wat we ook hebben, wat talent, het kan, wat we ook onthouden, wat we ook weten. Het komt allemaal van de Heer. Dat. In feite is het met Brahma die de levende wezens schept. In het begin van de schepping ontvangt hij het vermogen om de levende wezens uiteenlopende uiterlijke gedaante te verschaffen, overeenkomstig hun doen en laten tijdens de daaraan voorafgaande era. Brahma hoeft de levende wezens slechts uit hun sluimering te wekken en ze hun plicht te laten vervullen. Uit hun sluimering geeft ze een lichaam en dan, zodat ze hun plicht kunnen vervullen. Plichten worden beschreven in Bhagavad Gita. Dat is Svadharma. Onze spirituele Svadharma is de Heer te dienen. Hij heeft slechts tot taak hun verschillende levensvormen te geven en voor hun dien overeenkomstige verdere activiteiten. Tekst 31. De Godspersoon zei, zo, nu krijgen we het antwoord. Kennis aangaande mij, zoals beschreven in de schriften, is zeer vertrouwelijk en behoort in de hand van het verrichten van toegewijde dienst te worden gerealiseerd.
Alles wat daarbij nodig is, wordt door mij uitgelegd. Je kunt je er zo zorgvuldig op toeleggen. Zo, wat waren de vragen gesteld door Brahma? Eerste vraag. Welke gedaante kent de Heer zowel in stof als in bovenzinnelijk? Tweede vraag. Hoe werken de verschillende energieën van de Heer? De derde vraag was, hoe speelt de Heer met zijn verschillende energieën? Vierde vraag. Hoe luidt de opdracht aan Brahma met betrekking tot de toevertrouwde taak? Zo. Dit vers geeft een inleiding tot de antwoorden. Men kan alleen door toegewijde dienst kennis van de godspersoon verwerven. Dat is het eerste punt. Ten einde het niveau van bovenzinnelijke liefde tot God te bereiken, dient men zich aan de regulerende beginselen van de toegewijde dienst te houden. Vidhi Bhakti. Een toegewijde dienst kent 5 hoofdbeginselen. Eerst moeten we omgang met toegewijden hebben. Tweede, het vereerlijken van de Heer, kirtan. Drie, het vernemen van Srimad Bhagavatam, van zuivere toegewijden. Vier, in een heilig hoofd verblijven. U installeert de deity of u aanbiedt de Heer in uw huis en het wordt een tempel. En de toegewijde vereren van de Murti van de Heer. Toegewijde vereren van de Murti van de Heer, de deity vereren. Zo, tekst 32. Laten al deze aspecten van mij, namelijk mijn feitelijk eeuwige gedaante en mijn bovenzinnelijke existentie, kleur, eigenschappen en activiteiten uit mijn grondloze genade door feitelijke realisatie in je ontwaken. Zo, het geheim van het succes, Srila Prabhupada schrijft, bij het doorgronden van subtiele nuances van kennis van de absolute waarheid of de godspersoon, van de godspersoon, is de grondeloze genade van de Heer, die hij verleent aan wie hem dierbaar is. Zo, toegewijde dienst betekent dierbaar worden aan de Heer. De Vedas beschrijven dat men de allerhoogste waarheid kan bevatten, mits men onwankelbaar vertrouwen heeft in zowel de bevoegde geestelijke leraar als de Heer. Natuurlijk, Srila Prabhupada beschrijft in zijn commentaar ook een reeks toegewijden. En hij antwoordt op die misvattingen. Hij zegt ten eerste, gedaanteloosheid betekent dus verstoken van wereldse gedaante. Of in het bezit van een geestelijke gedaante, waarvan de niet toegewijde zich langs speculatieve weg geen beeld kan vormen. Tweede punt. De toegewijde gelooft in de almacht van de Heer, terwijl de ongelovige weliswaar zegt dat de Heer almachtig is, maar het niet gelooft. Dat betekent, als we daarin geloven, moet ons gedrag veranderen. Het is niet zomaar dat wat woorden. Tekst 32. 32 is het eerste vers van de Srimad Bhagavatam Satur Sloki. En het beschrijft Prayojan. Het doel. Het doel is de Allerhoogste Heer. Wie is die Allerhoogste Heer? Dat horen we nu. Ham evasam evange nanyat yat sat sat pram pasatyam yate sat sa yove fasisheta syomayam. Ik ben het, O Brahma, de godspersoon die voor de schepping bestond, toen er niets anders was behalve ikzelf. Nog bestond de stoffelijke natuur de oorzaak van deze schepping. Hetgeen je nu ziet, ben ook ik, de godspersoon. En wat na vernietiging rest, zal ook ik zijn, de godspersoon. Zo, dat is in Brahma Samhita iets
wordt gezegd, Sarvakarnakaranam, dat God betekent degene die voor de schepping bestond. Brahma is ook een schepping van de Opperheer, van de Allerhoogste Heer. Nityo Nityananam, Setna Setananam, Eka Bhavanam, Yo Vividadati Kaman. Dus er blijft altijd een verschil tussen de Allerhoogste Heer of tussen de overheerser en de overheerste. Er is een overheersende ik. En dat is de absolute waarheid, een persoon. En er is de overheerste ik, is ook een persoon, maar niet het absolute. De gedaante van de Heer bestaat in alle omstandigheden, omstandigheden van de schepping en standhouding of vernietiging. We zien dat de Gods persoon ten alle tijden, dus ook voor de schepping, in alle bovenzinnelijke verscheidenheid of de Vaikuntha ook als bestaat. Zoals de spirituele planeten, de Vaikuntha Lokas, gaan zelfs na de vernietiging van de geopenbare kosmos niet teniet, sanatan. Zo, Krishna zegt, ik was er alleen voor de schepping. Dan heb ik de schepping geopenbaard en ik heb het onderhouden en nadien wordt de schepping vernietigd. En nadien, het enige dat erover blijft, ben ik opnieuw. Dat is een definitie van God die Krishna onszelf geeft hier. Tekst 34. Nu, 34 legt uit wat is het verschil tussen het illusoire en het werkelijke spirituele. Eteritam yat pratyete, na pratyete, satmani, tat vidyatmanomayam, yat tapaso yat tatamam. O Brahma, al hetgeen van enige waarde schijnt te zijn, maar geen verband met mij houdt, bezit een werkelijkheid. Kan het als mijn begoochelende energie de weerschijn die er in het duister lijkt te zijn. Zo, alles in deze kosmische openbaring heeft een relatie met het bestaan van Krishna. Wanneer men deze primaire relatie met Krishna uit het oog verloogt, en dingen ziet in deze wereld, en men ziet ze niet in relatie tot Krishna, dan deze geestesgesteldheid is illusoir, of de begoochelende energie van de Heer. Krishna zegt in Bhagavad Gita, dat ik doe alles in deze wereld. Ik zit in ieders hart en alles wat we weten, alles wat we vergeten, dat komt van Krishna. Hij zegt praktijk, ja man, ik kan hem zelfs aankijken, ik ben moedat, maar ik heb hem niet in manier. Zegt, ik doe alles in deze wereld door, want ik ben ik controleer de drie geaardheden der natuur. En alles wordt gedaan door die geaardheden der natuur. Maar ik ben Mayatraks in een pakketje. Ik controleer deze materiële energie. Niks beweegt in deze wereld zonder de sanctie van de Heer. Maar degenen die dat niet zien, zijn vimudas. Dat in het Engels is super ass, dat super ezels. Het juiste besluit is om alles in verband met de Heer te zien. En dat
En alles in verband met, als we dat alles in verband met Krishna zien in de wereld, dat wordt Yoga Maya, de energie van vereniging genoemd, spirituele energie. En de verkeerde gedachte om alles los te zien in relatie met de Heer, dat is Deva Maya of Mahamaya wordt genoemd. Zo, de onjuiste visie volgens welke men de stoffelijke openbaring los van de energie van de Heer ziet, is begoochelende energie. Maar het is niet vals. Het is illusoir, omdat we die relatie niet zien. Maar het is niet vals. Illusoir betekent niet vals in dat. Dat onderscheid moeten we maken. Want ook de materiële wereld komt van Krishna. En Krishna is realiteit, so de materiële wereld is ook realiteit. Maar als we het loszien van Krishna, dat is illusoir. Het licht van de zon komt van de Brahma-jyoti. En de Brahma-jyoti is de uitstraling van de lichtgloed van het bovenzinnelijk lichaam van de Heer. Niets existeert onafhankelijk van de Heer. Zo, die begoochelende illusoire energie, die werkt in twee fasen, heeft twee effecten. En hier onze vertalers in het Nederlands, die zeggen, vertalen het als de grijpende en de verhullende. Twee effecten, grijpende en verhullende. Ja, de illusoire energie, dat is de energie, de drie aardheid der natuur. Dat brengt die invloed, grijpende en verhullende. Door haar grijpende invloed werd de begoochelende energie de levende wezens in het duister der onwetendheid. We weten niet meer wie we zijn. We denken ik en mijn. En terwijl ze door haar verhullende invloed de ogen van de onwetende mensen versluiert voor het bestaan van de Allerhoogste Heer. Het maakt ons Krishna, dat we Krishna vergeten. We vergeten God. Maar Srila Prabhupada geeft het voorbeeld dat vuur bezit hitte. Maar de hitte is nog geen vuur. Zo, Krishna bezit energieën. Maar de energieën zijn niet gelijk aan Krishna. Het zijn zijn energieën. Tekst. 35 beschrijft nu de activiteit die wij als levende wezens moeten verrichten om ons te verbinden met Krishna. En dat is tekst. Nee, dat is 36. Eerst 35. 35 gaat verder. In over deze energieën. Yatam anti bhutna bhutasya vasishvanu pravista pravistani tatate sunate svaham. O Brahma, neem van mij aan dat de kosmische elementen tegelijk wel en niet in de kosmos binnengaan. Evenzo besta ik in al het geschapene, terwijl ik tegelijk overal buiten sta. So, dus dat is zeer moeilijk te begrijpen met onze intelligentie. Maar dat betekent dat hij, de Allerhoogste Heer, bevindt zich door zijn verschillende energieën. Zo, we hebben energieën besproken, de inwendige en de uitwendige, illusoire. Dat door zijn energieën, hij is binnen overal in de geopenbaarde kosmos. Terwijl hij tegelijk, op het moment is hij ook buiten alles. Want hij is aanwezig in zijn koninkrijk, de spirituele wereld, Vaikuntha.
de godspersoon is aanwezig in Vaikuntha, maar hij is ook aanwezig in deze wereld, maar door zijn energieën. Zo. Het mysterie van de aanschouwing van de Allerhoogste Godspersoon kan worden geopenbaard voor de ogen van de zuivere toegewijde. Een zuivere toegewijde kan dat zien. Omdat die ogen gezalfd zijn met liefde voor God. Dat is de kwalificatie. Deze liefde tot God kan men zich slechts verwerven door het beoefenen van bovenzinnelijke liefde te instaan, de Heer, en anders niet. De geestelijke ontwikkelde mens is in feite altijd in staat om de televisiebeelden van Gods koninkrijk in zijn hart te aanschouwen. Ik heb juist een hele maand lesgegeven voor de Bhaktivedanta-cursus. En we hebben de laatste hoofdstukken die we besproken hebben, was hoofdstuk, kant op 10 hoofdstukken. 46 en 47, dat Udhav bezoekt Vrindavan en dan hij wordt een getuige van de liefde van de gopis van voor Krishna. En dat punt of de aprakat lila of de zuivere toegewijde die Krishna de spirituele wereld ziet in zijn hart, wordt daar besproken. Dat. En de methode om dat te bereiken wordt beschreven in het volgende vers. En gedurende die cursus, de laatste maand, hebben we de commentaren van Siva Goswami besproken op dit vers 36. En het is, dit gaat zeer, zeer diep. Dat ook Srila Prabhupada heeft pagina's en pagina's commentaren hier. Meer dan 11 pagina's commentaren op dit vers. Want dat is de basis van de praktijk van toegewijde dienst. We zijn onder invloed van deze illusoire energie. En in dat duik moeten we de geschriften lezen. En de Bhagavatam horen, dan krijgen we een idee hoe te leven als een geestelijke ziel. En dat is het punt. Want we zijn zo gewoon om te leven als dit lichaam. Voor zoveel levens, het is onze tweede natuur geworden. En het is moeilijk op te geven. In het begin van mijn Krishna-bewustzijn, of mijn poging tot Krishna bewust te worden, want ik ben het nog steeds aan het proberen, dan voelde ik mij veel gelukkiger dan voordien op een zeer korte termijn. En die ervaring heeft mij ook strengt, heeft mij kracht gegeven om dat pad verder te zetten. Het is ook die positieve ervaring. In de spirituele wereld, alles is bewust. En alles is een persoon. En dat is moeilijk voor ons te vatten. Ook in deze wereld, we hebben de oceaan. En de oceaan heeft een deity, een persoon die erachter zit. Dat we horen dat van de Ramayana enzovoort. Dat zelfs in deze wereld, maar we kunnen het niet zien. Zo, dat is interessant. Zijn energieën zijn daar persoonlijk aanwezig. En we zullen dat verder zien in de Bhagavatam, in de tiende kanto. Daar heb je de gebeden van de Vedas in persoon. Dat is een heel hoofdstuk. En de Vedische kennis wordt in dat hoofdstuk heel diep uitgelegd en ook alle misconcepties worden daar beschreven. Het is een zeer speciaal, maar
Maar we hebben er geen ervaring van in deze wereld. En daarom lijkt ons dat zeer vreemd. Zeer vreemd. Dat, maar energie, er is altijd een energiebron. En de energie. Zo, natuurlijk, de bron van alles is Krishna. Maar de bron van die wezen kennis zijn ook personen. Dat zij adviseren Krishna hier persoonlijk. Maar Krishna zegt, ja, als je mijn geestelijke leraar, mijn geestelijke wereld wil begrijpen, kan alleen gebeuren met toegewijde dienst. En dat is interessant. Spirituele zaken kunnen we niet begrijpen met ons brein. Onze hersenen, dat is materieel. En met iets materieel kun je Krishna niet begrijpen. We kunnen logica begrijpen en zo. Maar logica in deze wereld, want dat is niet toepasselijk in de geestelijke wereld, deze logica. Zo, hoe kun je Krishna begrijpen? Hoe kunnen we dat begrijpen? En niet, daarom hebben we Buddha Yoga nodig. Krishna zegt, Tesham Satayuknam Bhajnam Pedipurvakam Dadami Buddha Yoga Tam Yenam Apriyantiti. Als men mij lief heeft, mij dient met een beetje liefde, Pedipurvakam, dan geef ik u die Buddha Yoga, die spirituele realisatie, nodig om spirituele zaken te begrijpen. Maar het probleem is zelfs, die Pedipurvakam, dat klein beetje liefde, hebben we niet. We weten niet wat zuivere liefde is. Zuivere liefde wordt beschreven door Krishna Das Kaviraj Goswami in de Chaitanya Charitamrita. Zuivere liefde. Als je dat leest, al die beschrijvingen, wat zuivere liefde is, dan begrijpen we dat is zeer raar en uitzonderlijk in deze wereld. Zeldzaam. Maar hoe kunnen we dan deze kennis krijgen als we zelfs dat klein beetje liefde niet hebben? Het punt is dat als we de geestelijke leraar plezieren door zijn instructies te volgen, Krishna aanvaardt dat als liefde. En dan kunnen we gradueel dingen begrijpen. Maar het is een interessant punt. Want we hebben niet die ervaring dat achter elk van Krishna's energieën, dat er een persoon achter zit. Ook zijn uitwendige energie, daar heb je doorgaan, is een persoon. Zij controleert alles in deze wereld. Dat is een heel belangrijk punt. Want Brahma, hij bidt voor drie dingen. Hij bidt voor bekrachtiging. Hij bidt voor protectie tegen de illusoire energie. En ook een derde ding is contemplatie, dat hij altijd weet om het juiste ding te doen. Maar het punt dat hij maakt over dat die energieën gaan hem adviseren. In de Bhagavatam heb je Uddhav. Uddhav is adviseur van Krishna. En waar Krishna engageert zijn eigen energieën in zijn dienst. En dat is interessant. Natuurlijk, Uddhav was zeer geleerd, was een discipel van Biraspati, was zeer gekwalificeerd. En daarom heeft Krishna hem geëngageerd als adviseur. Maar op een bepaald moment heeft Krishna hem naar Vrindavan gestuurd, met een boodschap voor de gopis en Nanda Maharaj en moeder Yasoda, omdat hij wou dat
Udaf iets zal leren wat hij niet geleerd heeft van Braswati. En dat is, hij wou dat hij leerde wat Vrats Prema is. Wat is wat de liefde voor de, wat de liefde van de bewoners van Vrindavan voor hem is. Dat Udaf was al op het niveau van Prema, maar liefde voor Krishna. Maar die liefde van de bewoners van Vrindavan is veel hoger, veel intenser. Dat in Prema heb je 7 stadia. Dat heb je dat Sneha, Pranaya, Mana, Raga, Anurag, Mabhav en Mabhav. Mabhav is de hoogste intense liefde voor Krishna. En Udaf was naar Vrindavan gezonden om te leren, om deze liefde te leren. Hij was adviseur van Krishna, maar Krishna wou hem toch nog om te leren. En dat vond ik heel speciaal als ik gedurende de Bhaktivedanta cursus door dat deze hoofdstuk ging. Tekst 36. Dat etavatev jichnyasam tatpa jichnasunatmanaha amvyavyatredkabhyan yatsat savata savada. Wie naar de allerhoogste absolute waarheid zoekt, naar de godspersoon, moet beslist tot hier aan toezoeken in alle omstandigheden, in alle ruimte en tijd, en zowel rechtstreeks als indirect. Dat zo. Dat is een methode van zelfverwerkelijking. En dat is dit is de verantwoordelijkheid voor elk levend wezen om ons bewustzijn te expanderen, te ontwikkelen. Ons zuiver expanderen tot we ons spiritueel bewustzijn, zuiver bewustzijn terugkrijgen. En hier wordt uitgelegd dat we een onderzoek moeten doen. Iedereen, hier wordt echter het werkelijke levensdoel aangegeven. En iedereen dient het te kennen door vragen te stellen aan een bevoegde geestelijke leraar, die deskundig is ten aanzien van die wetenschap of Bhakti Yoga. Of iemand die het Bhagavatam in zijn hele leven uitdraagt. Srimad Bhagavatam geeft alle antwoorden voor wie naar zelfverwerkelijking streeft. Men kan het allerhoogste levensdoel niet najagen zonder grote inspanning en volharding. Hoewel het iedereen vrijstaat om de geopenbare schriften in dit verband te raadplegen, heeft men niettemin de leiding van een geestelijk leraar nodig. En dat is wat dit vers aangeeft. Ik ga niet in alle details van de commentaar van Srila Prabhupada, maar het zijn zeer belangrijke punten dat Srila Prabhupada hier maakt. En als u tijd hebt, lees de beschrijving. De commentaar van Srila Prabhupada op dit tekst, vers 36, zeer belangrijk. Nu tekst 37. Etan matam samatista paramena samadina bhavan kalpavikalpe sunavi muyati karichit. O Brahma, houd je met gericht aandacht van geest slechts aan deze conclusie en geen trots zal je verwarren. Terwijl in de gedeeltelijke, het zij in de uiteindelijke verwoesting. Het punt is dat ja, in het in, uh,
dat was tekst 37. Ja. Hier, de Heer zegt tot Brahma, houd je aandacht aan de conclusie. De conclusie, het doel van het leven. Dat de Heer Krishna is hier de oorspronkelijke spreker van het Bhagavatam. En hij is ook de oorspronkelijke spreker van de Bhagavad Gita. Want hij spreekt deze vier versen. En de rest van de Bhagavatam is een expansie, een uitleg van die vier versen. Zo. Maar er is een waarschuwing hier van Heer Krishna in dit vers. Hij zegt, hou de geest altijd via het parampara-stelsel op de juiste wijze gericht. Aanvaard geen gevolgtrekkingen van grammatici, van impersonalisten en van niet-toegewijden. Zonder persoonlijke toegewijde dienst blijft men leven in, leven uit door speculeren zoals de impersonalisten en de theoretici zonder de eindconclusie te kunnen bereiken. Indien de leerling het niveau van volkomen kennis tot het niveau van volkomen kennis opstijgt, dan zal dit blijken uit de toegenemende onthechting van de wereld en zinsbevrediging. Tekst 28, 38 bedoel ik. Sukadeva Goswami zei tot Maharaj Pariksit, na zijn onderricht door Brahma, die daar zijn bovenzinnelijke gedaante aanschouwde, verdween de allerhoogste godspersoon Hari uit zijn gezicht. Dat tekst 39. Zodra de allerhoogste godspersoon Hari, die het voorwerp van het bovenzinnelijk genot van de zinnen der toegewijde is, verdween op zijn Brahma met gevouwen handen het universum der scheppen, vollevende wezens zoals het er voordien was geweest. Het stoffelijke universum wordt geschapen om de gebonden zielen een kans te geven om terug te keren naar huis, terug naar God. Wat is de bedoeling van de Heer? De gebonden zielen terug te roepen uit het gebied van de zinsbevrediging. En hem tot een normale toestand terug te brengen waarin ze hun zinnen in dienst van de Heer stellen. Tekst 40. Zo verankerde Heer Brahma, de voorvader van alle levende wezens en de vader der religie, zich eens in het belang van het welzijn van alle levende wezens in activiteit van gereguleerde aard. Gereguleerde aard. Men kan zich niet in een verheven positie bevinden zonder daartoe een reguleerd bestaan van leven volgens de regels en bepalingen te hebben geleid. We moeten regulerende principes volgen, we moeten chanten. Een onbeheerst zinsbevredigingsleven is een dierenleven. Dan zijn we niet verschillend van de dieren. We moeten beginselen van zinsbeteugeling volgen. De hoogste vorm van moreel principieel leven bestaat in toegewijding aan de Heer, omdat een zuivere toegewijde alle goede eigenschappen van de Heer, van de Heer bezit. Zuivere toegewijde van de Heer geven hun ondergeschikte geen enkele aanwijzing zonder dat in dat opzicht het voorbeeld te geven. Zo, dat is een duidelijke aanduiding. Als men anderen instrueert in het spirituele leven, moet men zelf alle principes volgen. 41. Narada, de dierbaarste van Brahma's erfzoons, altijd bereid om zijn vader te dienen, houdt zich in zijn welgemanierdheid, deemoedig en zinsbeteugeling altijd strikt aan diens aanwijzingen. Narada stemde zijn vader zeer voldaan
en verlangde alles te weten van het vermogen van Vishnu, de meester van alle energieën, want Narada was de grootste van alle wijzen en de grootste van alle toegewijden, o koning. Zo, Narada's enige activiteit bestaat erin, in het bekeren van iedereen tot de bovenzinnelijke liefdedienst, tot Krishna. Zo, toegewijden verlangen ernaar om telkens meer te weten te komen van de Allerhoogste Heer, de meester van alle energieën. Zo, het is ieders plicht om inlichtingen te winnen over de onbegrensde Heer bij de geestelijke leraar in de erfopvolgingslijn van Brahma naar Narada, van Narada Vyas, van Vyas naar Sukadev en zo. Dat tekst 43. De grote wijze Narada, ziende dat zijn vader Brahma, de overgrootvader van het heelal, zeer voldaan was, vroeg hem op zijn beurt van alles. Zo. Arjuna kreeg ook die raad van Krishna, dat Vinapanapana Parapresna Sivya Upadakshanta Tejanam Janus Tatvadarsana. Zo. Men moet de bovenzinnelijke kennis krijgen van een gerealiseerd persoon en moet zich aan hem door overgeven, vragen stellen, dienst betonen. Zo, het voldaan stellen van de geestelijke leraar is de manier om bovenzinnelijke kennis te verwerven. Yasya deva prabhakti yata diveta dagro taishya katitaya tapa kashyanta mahatma. Slechts aan hem die de Heer en de geestelijke leraar onwankelbaar is toegewijd, wordt de bovenzinnelijke kennis vanzelf geopenbaard. Zo, twee voorwaarden. Dat men moet toegewijd zijn aan de Heer en aan de geestelijke leraar. Zo, de relatie tussen leerling en geestelijke leraar is eeuwig. Wie nu leerling is, wordt de volgende geestelijke leraar. Men kan geen bevoegd en geautoriseerd geestelijke leraar zijn als men zijn eigen leraar niet strikt gehoorzaamt. Men dient zijn spraak, zijn tong, zijn geest, zijn maag, zijn geslachtsdeel, allemaal te laten disciplineren. Wie zich niet weet te beheersen, vooral op seksueel gebied, kan leerling nog geestelijke leraar worden. Tekst 44. Daarop verhaalde de vader Brahma zijn zoon Narada met grote voldoening de aanvullende Vedische tekst, het Srimad Bhagavatam, dat hem door de godspersoon beschreven was en dat 10 kenmerken kent. Die 10 kenmerken worden in het volgende hoofdstuk beschreven, in de commentaar van het eerste vers. Dat, zo, tekst 45. Hem navolgend, ook koning, onderrichtte de grote wijze het Srimad Bhagavatam aan de mateloos machtige Vyasadeva, die in de toegewijde dienst op de Allerhoogste Godspersoon, de absolute waarheid, mediteerde aan de oever van de Sarasvati River. Zo, toen Srila Vyasadeva zijn geest op meditatie richtte, deed hij dat in trance of bhakti yoga en zag in feite de Allerhoogste persoon in contrast met Maya, de begoochelende energie. Dat hebben we gelezen al en bestudeerd in het eerste kanto, het zevende hoofdstuk, versen 5 tot 8, daar, 4 tot 8. Daar. Srila Vyasadeva spreekt over zijn realisatie van zijn meditatie. Zo, volmaakte meditatie is dus realisatie van de godspersoon met zijn bovenzinnelijke activiteiten. Nu komen we tot het laatste vers. O koning, ik zal tot in de fijnste bijzonderheden antwoord geven op uw vragen over de openbaring van het heelal uit de reusachtige gedaante van de godspersoon en over andere zaken, door de 4 genoemde versen uit te leggen. Zo, die 4 versen Chaturshloki.
zo de autoriteit hangt af van de bevoegdheid van de antwoordgever. Zo, dat is het negende hoofdstuk van het kanto 2. Ik hoop dat het nuttig was voor u. Ik kijk er naar uit om weer opnieuw van dienst te zijn. Maar ik wist.